keer Rotterdam Philharmonisch, voor altijd Rotterdam Philharmonisch, totdat je leeft. En ik heb natuurlijk ook Rotterdam Jeugd Kamerorkest, die ik heb gedirigeerd en begeleid, waar ook Letizia Sciarrone heeft gespeeld. Ik kan me ook herinneren dat wij hebben voor onze orkestleden wat goedkope kaartjes konden krijgen en concerten bijwonen. En dat heeft ook een bepaalde rol gespeeld voor de interesse voor zo'n jonge violist, omdat hij eigen leraar op het podium heeft te zien spelen. En dat creëert een bepaalde band, en niet alleen de band, maar dan kijk ik tegenop, mijn leraar, die zit daar, die hele grote orkest. Ik heb jouw stem gehoord. Ja, ik heb jou net gezien. Ja. Ik heb jou dus niet kunnen zien, maar jouw stem herken ik al van duizenden. Hoi. Hallo. How are you? Nice to see you. Nice to see you. This is my first violin teacher. Hello. Nice to meet you. Joseph is my name. Joseph. I'm Stefan. And congratulations. Yes. Yeah, I'm very proud about somebody like Letizia. You can. She has such a great spirit. Nee, ik ben Jean Fournet. Jean Fournet. En dan Edo, en dan kwam hij hier als assistent-dirigent. En dan later chef-dirigent, ja. En dat is ook heel grappig. Edo, dat was een sportman. Dat was in die tijd, 80, 85, hebben wij een ploeg van 12 wielrenners gehad met shirtjes van Rotterdam Philharmonisch. Ik ben daar ook ergens in de groep. En wij hebben 12 keren Elfstedentocht niet geschaatst, maar gefietst. Dat is grappig, hè? Ja. En ik heb ook meegemaakt, en dat vind ik, dat als ik zou dat wel kunnen taxeren aan mijn allergrootste belevenis, en dat is met Valery Gergiev. Dat is eigenlijk een tovenaar. Dat is gewoon voor mij onvergetelijk. En hij heeft ontzettend bijgedragen, ook voor mijn jonge strijkers. Ja. Want wij zijn door zijn hulp of contacten, hebben wij ook een tournee kunnen organiseren naar St. Petersburg. En daar heeft Gergiev veel geholpen. We zijn hier. Ja, we zijn de Diepenbrocklaan. En hier had ik les, daar op de hoek. En mijn vader ging altijd met mij mee. Mijn vader is begonnen met mij eigenlijk met vioollessen. Hij moest ook viool spelen. En toen blijkbaar ging ik grapjes maken om zo snel mogelijk te spelen dat hij het niet meer bij kon benen. Ja. En toen is hij mee gestopt en is hij verder gaan met blokfluit spelen. Blokken. En dat speelde hij altijd met mij samen. Ja. Hier is het boven had ik les. Hier. Ja, in deze kamer. Ja. En ik herinner me nog mijn eerste les, want toen werd mijn viool in de handen geduwd. En die mocht ik meenemen. Dat vond ik echt fantastisch, want ik kreeg een viooltje meteen mee naar huis. En toen heb ik denk misschien iets gespeeld. En volgens mij heb je toen gezegd van, ja, jij wordt violist. Volgens mij was dat toen besloten. Ja. Ik herinner me wel dat met tellen. Ja, tellen, ja. 1, 2, 3, 4. Kan je nou nog niet tot 4 tellen? Dat herinner ik. Of als ik, dan begon ik, op een gegeven moment begon ik met mijn voet te meten. Met voeten, ja. En dan zette je jouw voet op mijn voet. Ja, dat kan ik me ook herinneren. Ja. Ik probeerde gewoon die kleine hartjes te winnen op andere manier. Bijvoorbeeld in de pauze hebben we samen hard gelopen. Die konden tegen mij Jozef zeggen. Maar tijdens de repetities, dat was de meneer Scheebouw en ik noemde ze dames en heren, ja. Ook als ze 8 of 10 waren. Ja. Dat zijn een beetje de peper en zout, maak grapjes. Maar de kinderen hebben, ja, ik noem dat kinderen, maar waren toen al artiesten. Omdat de repertoire die wij gespeeld hebben, nou, dat was niet zo makkelijk. Dit is mijn eerste concertje, denk ik, geweest. Ja. Je ziet, kijk, hier heb je, dat was een programma die we dan hadden en dan zo speelde iedereen door. Nou, het is het volgende concertje, dus het ging best wel rap. Mm-hmm. Dus hier had ik een klein jaartje vioolles.
Even kijken hoor. Hier zijn dan, is het orkestje, dat was waar we dan speelden. Dat was in Delft. Ik weet niet of je erbij staat. Jawel. Hier. Dat viool dat mocht, dat vonden mijn ouders hartstikke leuk. Ja. Maar paardrijden, daar heb ik echt een paar jaar om gebedeld. Dat vonden mijn ouders maar niks. En je hebt erop gezeten. Ik heb erop gezeten. Het is gelukkig op Starsky. Ja. Hier kon ik mijn viool als eerste kon ik stemmen, de eerste keer. Want het werd altijd gedaan. En ik had ook een concertjoggingpak, dat was geel, kanarie geel. En zo trad ik op. En dat was natuurlijk een vol afschuw van mijn docenten en mijn ouders. Maar ik zei van ja, ze komen om naar mij te luisteren, niet om naar mij te kijken. Kijk eens, hier is mijn joggingpak. Kijk, ja, hier is mijn joggingpak. Voor release radio. Ja, uitvoering gegeven. En toen werd ik ook aangekondigd als Letitia Sharon in haar gele joggingpak. Dus heel af en toe nog steeds. Ben jij Letitia Sharon met dat gele joggingpak? In het begin hoorde ik dat steeds. Maar hier ging we op tournee naar Frankrijk. Naar Frankrijk. Nee, oh, dus hier. Dit moet je me misschien even toelichten. Okay. Dat was toen de eerste grammofoon. Ja, dat is de eerste plaat geweest. Dus, dat is goed. En dit is gespeeld. Ja. Je wil altijd weten waarom dit en waarom niet dat. En, zo, ja. En dat je heel goed kon optreden als eerste concertmeester, dat je opstond en zei, mond houden. Van mijn leraar geleerd. Ja. Ja, nou ja.